zijn in Rotterdam vandaag, meer bepaald in Capelle aan de IJssel. En we gaan vandaag ietsjes meer te weten komen over de prachtige kandidaten en natuurlijk ook finalisten van Mr. World Nederland 2024. Ben jij nou benieuwd wie straks die head-to-head challenge gaat winnen? Blijf dan vooral kijken, want dit gaan we zo meteen starten met team wit, rood en blauw. Zijn jullie er klaar voor? Ik wel. Hallo, mijn naam is Enrique, 21 jaar. Ik kom uit Enschede. Ik werk in als sales marketing medewerker in Joure. En mijn hobby's zijn fitnessen. Dus ik hou wel van sporten. En waarom ik mee wil doen met Mr. World Nederland is omdat ik een inspirerend model wil zijn voor vele anderen en laten zien dat iedereen het kan. Oh. Hallo, mijn naam is Robert Kenter. Ik kom uit Delft. Ik ben 30 jaar. Mijn hobby's en werk zijn dans en ik ben acteur voor beroep. Voornamelijk fysiek acteur en verschillende dansstijlen zoals moderne dans en breakdance. Ik doe mee aan Mr. World Nederland zo om een grotere doelgroep te bereiken. Voornamelijk ook om de kunstsector te vertegenwoordigen. En ik hoop jullie allemaal te kunnen zien in Vietnam. Nou, super bedankt. Welkom dames en heren, we zitten nu met team wit. Welkom Robert, welkom Enrique. Zijn jullie er klaar voor? Hebben jullie een beetje gezonde spanning, behalve de spierpijn? Nee, alleen nog de spierpijn. Alleen nog geen spanning? Nee. Goed zo. En jij Robert? Ja, ik ben helemaal klaar voor. Helemaal klaar voor. Jullie hebben natuurlijk ook thema's gehad hè, van ons, waaronder educatie, gezondheid, fauna en flora. En ik wil het toch eventjes hebben over gezondheid en educatie met jullie. Hoe vinden jullie dat dat geregeld is in Nederland? Oeh, het is een goede vraag. Dankjewel. Nederland heeft natuurlijk een heel goed zorgsysteem, over het algemeen. Afgelopen jaren komt er steeds meer druk, doordat er steeds meer mensen ouder worden. Dus dat is iets wat wij met de komende onze generatie wat wij moeten gaan dragen. Dus op zich... ben ik hoopvol en Nederland is een van de grootste landen in Europa die qua economie, dus een van de sterkere landen. Dus wij hebben het op zich in Nederland goed geregeld. Ik denk dat Denemarken volgens mij het nog net iets beter geregeld heeft dan dat wij het hebben. Oh, kijk, dat wist ik dus niet. Ja, maar, goed dat je dat zegt. Ja, kijken we leren weer van elkaar. Dus maar het is wel spannend, want we weten natuurlijk niet hoe dat gaat zijn als wij dadelijk ouder zijn. Dat is inderdaad. We weten natuurlijk niet hoe onze generatie na ons het gaat oppakken. In Nederland is inderdaad gezondheid wel goed. Alleen het sporten kan natuurlijk wel altijd wel beter bij de meeste mensen. Maar op zich zijn Nederlands best wel hoog in de categorie. En hoe zit dat dan een beetje met educatie? Want educatie is natuurlijk ook ontzettend belangrijk hè, voor de jongeren. Hoe is dat een beetje geregeld in Nederland? Is dat goed geregeld? Kan dat beter geregeld? Waar lopen jullie? Want jullie zijn nog jong. Jullie komen net van school af. Of jullie zijn al een tijdje aan het werk. Maar wat is jullie ervaring op gebied van onderwijs? Nou, het gebied van onderwijs natuurlijk met de educatie. Heel veel scholen brengen nu natuurlijk uit naar de sportiefheid. Want als je naar de basisscholen kijkt, beginnen ze al meteen natuurlijk met het sporten. Elk school krijgt natuurlijk nu in de week, denk ik, een les in sporten. Bijvoorbeeld nu ook op het mbo moet je zoveel sportvlaggen halen. Natuurlijk waar ik op heb gezeten. Anders kun je niet over naar het volgende jaar. En zo motiveert natuurlijk wel de jeugd nu om wat sportiever te zijn. Want we zeggen altijd het is beter om sportief te zijn. En leef je langer mee. Ga je lekker gezond. En daar nog iets aan toe te voegen Robert? Ik denk dat als we het hebben gewoon over educatie. Denk ik dat we in Nederland is er wel een generatie geweest. Ik behoor niet zelf tot die generatie. Dat is de generatie onder mij die flinke schulden opgebouwd heeft. Door te investeren werd gezegd in hun toekomst. Maar ja, veel jonge mensen hebben daar toch moeite mee om aan de bak te komen. Of om die schuld weg te werken. En dat is toch een last die je toekomst beïnvloedt. En ook je kinderwens in de weg staat. Die ook met de huizenmarkt die zo moeilijk is. Dus ik heb het wel te doen met de generatie die zit al net onder mij. Maar die hebben het wel echt... Inderdaad, en heel veel mensen... Wat goed dat je dat benoemt. Ja. Inderdaad, heel veel mensen die bouwen nu een schuld op. En natuurlijk, je hebt Duo die een stukje helpt. Alleen heel veel jongeren stoppen natuurlijk wel nu heel op vroege leeftijd al met school. Dat heeft gewoon te maken omdat ze te hoge kosten gaan opbouwen.
En dat ze dat gewoon niet willen. En denk jij dat er daar een oplossing voor is vanuit ergens een instantie die dat een beetje kan beter maken? Of denk je dat dat lastig wordt voor de generatie die hierna komt? Ik denk dat het grootste probleem is nu dat in Nederland we niet voldoende kinderen krijgen. En één daarvan is de druk voor jonge mensen door dat bijvoorbeeld een studielasten. En dat gaat natuurlijk ook het zorgsysteem uiteindelijk belasten. Want we moeten genoeg jonge mensen hebben om de oude mensen te onderhouden. Ik denk ook, misschien in Amerika zie je dat af en toe zie je dat terugkomen, dat ze zeggen, we pakken een percentage van de komende 10 jaar nadat je afgestudeerd bent. En dan geef je daar betaal je die school voor. En dat zou misschien een optie kunnen zijn waardoor scholen meer krijgen wat naar verhouding, wat ze creëren. Ik weet zelf in de danssector dat er heel veel dansscholen zijn. Maar er zijn maar heel weinig danscompanies. Ja, dan komen heel veel dansers komen eigenlijk zonder werk te zitten. Inderdaad, nou, dat we hopen natuurlijk dat de overheid later ook weer gaat nadenken van zullen wij anders de scholen natuurlijk gaan helpen met meer subsidie geven voor meer activiteiten. Bijvoorbeeld ook wat wij hebben gedaan, het survivalen. Ga dat een keer doen met jongeren. En hoe meer dat ze dat gaan doen, hoe meer ze de feeling krijgen om dit later ook te gaan doen. Vind je dat waardevol dat dat open wordt gesteld? Hè? Zo'n dag zoals je gedaan hebt, zoals een survivalen. Ik zeg altijd, hè, als jongeren dat niet gaan doen, dat dagje uit bijvoorbeeld, een dagje sporten. Als jongeren dat niet gaan doen, gaan ze dat later ook niet doen. Als ze het één keer niet hebben gezien, dan doen ze het niet. Een mooie dus voor de toekomst. En jullie zijn de inspiratie. Ja. En jullie hebben een mooi platform met Mr. World Nederland. Ja, Team Wit, dames en heren. Ze zijn goed bezig, maar we gaan eens even kijken wat ze weten van belangrijke mannen uit het verleden. Die toch een beetje die uitwerking hebben in de toekomst. En kijken wat dat met ze gedaan heeft. En met jullie wil ik het hebben over niemand minder dan Nikola Tesla. Wat weten jullie van hem? Nou, wat ik wel weet over hem is dan natuurlijk dat hij de uitvinder is van de wisselstroom. En dat hij nu zich ook inzet voor het moderniseren van alle systemen. Ja, mijn aanvulling erop is, eigenlijk heeft hij een heel tragisch leven gehad. Ondanks dat hij eigenlijk zoveel voor de wereld betekend heeft, wordt hij niet... Ja, nu heb je natuurlijk de auto Tesla, waardoor iedereen dat weet. Maar hiervoor is hij arm gestorven in zijn eentje, ergens volgens mij een hotelkamer, met heel veel schulden. En eigenlijk zo zonder dat wij als wereld zo omgaan met mensen die zulke bijzondere dingen creëren en maken. Heb jij specifiek daarna gekeken omdat je ook in aanraking bent gekomen met die duurzame doelen? Want je zegt een stukje armoede, ik denk dat die eenzaam overleden is. Er zit toch ergens, voor mijn gevoel, zit daar ergens een link in naar die duurzame doelen? Of was dat eigenlijk puur toeval wat je nu zegt? Ja, nee, ik denk dat het meer toeval was. Maar ik denk, we zitten natuurlijk nu ook in een transitie van dat we proberen van het aardgas af te gaan. En in Nederland hebben we heel veel geluk gehad dat wij een van de grootste aardgasvelden in Europa hadden. En nu zie je dat de Duitsers op de aardgas willen en wij gaan er weer vanaf. En ik denk dat wat het lastig maakt is, in Nederland hebben we zo'n verschil met, als je geld hebt kan je makkelijker verduurzamen. En als je juist armer bent, dan wordt het steeds lastiger. En eigenlijk de mensen die het geld het meest nodig hebben, dat zijn de mensen die in sociale huur wonen en geen... Dus jij vindt dat de stroom daar gewoon naar beneden moet qua kosten? Nee, ik vind eigenlijk dat... Ja, dat is natuurlijk nu lastig met de sociale huurwoningen. Want je kan niet zelf in je sociale huurwoning alles aan gaan passen. Nee, maar dat voorzien wordt. Ja, dat zou eigenlijk het eerste wat je zou moeten doen om zo'n groot mogelijke doelgroep ook mee te krijgen. Want de doelgroep die misschien het minst daarmee bezig is, omdat die druk is om voldoende inkomen te verdienen voor zijn gezin, die is niet bezig met verduurzamen. Nee. Dus belangrijk. Die is bezig met overleven. Ja, die is bezig met overleven. En voor die mensen is het belangrijk dat zij voelen van, het wordt beter en ik hou meer geld over. Ik hoef minder aan mijn energierekening te betalen. Inderdaad, dat is ook het stukje van de armoede. Want heel veel mensen die hebben het geld niet eens om het te gaan doen. Dus eigenlijk is het wel makkelijker geweest als de overheid had gezegd, wij doen een subsidie, omdat jullie dan allemaal in de huizen gaan verduurzamen. En waar ligt nou de link met Nikola Tesla? Ja, heeft natuurlijk, hiervoor deden we eigenlijk alles met kaarsen en dat soort dingen. En doordat we nu lampen hebben, kunnen we natuurlijk goedkoper en langer mee. Langer werken. Heel ons
ons systeem is veranderd. Hoe we met tijd omgaan. Vroeger was het donker en ja, dan moest je naar bed. Dan moest je naar bed. Ja, dan moest je slapen. Ja, en nu is het donker en je doet de lampje aan. En dan kun je nog rustig aan het werk gaan. Ja. Of gewoon televisie kijken. We hebben misschien nu zelfs het omgekeerde probleem dat we te veel op onze schermen zitten. Dat we te lang wakker zijn. Dat we te lang wakker blijven. Te lang wakker. En hij komt te slapen. Dat is een hele goeie, want daartegenover wil ik eigenlijk iemand zetten van nu. En dat is Tim Berners-Lee. Ja. Wie is dat? Ja, Tim is natuurlijk wel de uitvinder van de World Wide Web. Dus hij heeft eigenlijk het internet bedacht. En we moeten het eigenlijk zo zeggen, als hij er niet was geweest, hadden we nu ook geen internet. Ze konden gewoon niet elke dag dagelijks op onze telefoon zitten. En ik weet niet hoe we dan hebben geleefd. Nou, Robert, vertel eens even. Ja. Ja, het is nogal een meneer, hè, ja, Tim? Ja. Nou, ik denk dat het mooiste is dat eigenlijk iets wat heel de wereld wat egaler getrokken heeft, is het internet uiteindelijk. Je zei net al dat hij een van de, noem je dat, ontwikkelaars was daarvan. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat doordat we nu internet hebben en hopelijk ook meer op meer plekken in de wereld internet krijgen, dat educatie en dat soort dingen überhaupt goedkoper worden. En dat mensen toegankelijker elkaar kunnen benaderen. Er zijn natuurlijk ook heel veel slechte kanten aan dat we nu zo in connectie zijn, continu met elkaar. Dat mensen daar moeilijk mee om kunnen gaan. Maar ik denk dat een van de mooiste dingen is dat iedereen heeft nu meer kans gekregen. Als je iets graag wil weten, dan kan je het opzoeken. Dan ga je op YouTube of dan ga je. En dan, dat is een van de sociaal, ja, noem je dat, verstabiliserende of dat het de toekomst voor iedereen gaat vooruit door dit. En dat is wel heel mooi. En de toekomst natuurlijk wel makkelijker maakt. Want natuurlijk vroeger hadden ze geen internet, dus dan wisten ze ook niet. Nu kunnen we gewoon wat op gaan zoeken, als we niet weten. Ik zeg altijd, hè, Google was onze beste vriend. Maar vroeger hadden ze dat niet. Dus hoe zou het vroeger zijn geweest voor hun? Dan had je de bibliotheek, hè? De boeken. Ja, ja, dan moest je naar de bibliotheek. Was het inderdaad voor nu ook nog wel mooi geweest? Want heel veel jongeren die doen niets met hun gezondheid, met hun hersenen. Want ze zeggen wel wat boeklezen eigenlijk het beste is. En het meeste van de jongeren doen het ook niet. Nee, maar waar een voordeel is, is ook een nadeel. Ook een nadeel. Dus dat blijft altijd bestaan. Maar goed, we zijn wel wijzer geworden door dat web. Ja. Toch? Zijn we zo weggeholpen. Ja. Ja. Hebben jullie nog een final tip of een final boodschap? Mogen jullie even vertellen? En anders gaan we afsluiten, want jullie hebben het super goed gedaan. Ik denk dat het, als het een passie is, dan is het leed het waard. Dus ja, als jij heel graag iets wil studeren en het kost je een studieschuld. Het is niet alleen de wat je leert, maar het is ook de mensen die je leert kennen. En dat is heel erg, in de wereld zijn we toch met z'n allen. En we, doordat we elkaar kennen en dat we elkaar helpen, daardoor kom je ook verder. En je kan misschien alles op internet leren, maar je mist waarschijnlijk ook een beetje de menselijke factor. Dus ik heb natuurlijk een hele fysieke studie gedaan. Dus dat, je kan niet dansen alleen op de computer. Je moet het in fysiek doen. Maar ik zou iedereen aanraden, probeer te investeren in je toekomst. Maar ook bedenk, het is niet jouw fout, maar het is wel jouw verantwoordelijkheid. Nou, dames en heren, dat was een hele mooie. Kortom geresumeerd, volg je hart. Ga uit van je eigen zelf en je krachten die je hebt. En je komt er wel, want jouw toekomst ligt in jouw handen. Wat een mooie boodschap. Ja. Dames en heren, dit was Team Bit. Hoe nu verder? Ga op YouTube, stem op Enrique of op onze mooie Robert. En wie weet wordt één van hun de winnaar van Team Bit. Zo, lieve mensen, het zit erop, de head-to-head challenge. Wat hebben ze het fantastisch gedaan. Nu kunnen jullie ze beter leren kennen, maar ze hebben jullie ook nodig. Want elke stem telt om een stapje dichterbij te komen bij die head-to-head challenge en dus ook bij de titel van de head-to-head challenge. Ga naar YouTube, kijk waar het filmpje is van Team Rood-Wit-Blauw en stem op jouw favoriet. Eén stem, dus als je 10 keer de naam eronder zet van de jongen, dat telt voor 1 stem. Dus ga niet 10 keer of daaronder je naam zetten, want het telt gewoon voor 1. Wij rekenen op jullie en zij ook op jou. Tot ziens en heel graag tot aan de finale op 4 augustus in Pathé Scheveningen. Tot dan!